Hallo. Film ik al? Even wachten. Ja, ik film. Oh. Nee, niet. Wacht. Wacht even. Ja, wel. Oké. Hallo. Opnieuw. Ik heb weer eens wat geshopt. Ik ben langs een paar plekken geweest. Of nou ja. Alleen bij de weg is pech dat hier nu. Het is zeg maar de oude op is hop, op is op. Maar dat is nu weggespecht geworden of zo. Weet ik veel. En even langs de Kruidvat, waar ik ook niet echt veel boeiends heb gekocht. Maar, zo. Omdat ik weet dat jullie van shoplogs houden, dacht ik, nou, ik ga maar gewoon een shoplog opnemen. Ik probeer dus nu al 4 dagen of zo een filmpje up te loaden op YouTube. Mijn favoriete filmpje van deze maand. Maar hij pakt hem gewoon niet. En ik hoop dus gewoon dat hij deze wel gaat pakken. Maar goed, dat komt nog goed. En ik denk dat ik hem dus opnieuw moet gaan opnemen. Dus daar moet ik even tijd voor vinden. Maar dat komt wel goed. Laten we gewoon even eerst gaan kijken wat ik allemaal heb gekocht. Bij de op is op, weg is pech. Heb ik Lady Business gehaald. Was in de aanbieding. 3 pakken voor 4 euro. Hallo. Maar ik zag dus 3 producten van Silax of zo heet dat. Silax. Ik heb geen idee hoe je dit uitspreekt. Maar ik zag dus. Het was 3 voor 6 euro. En ik heb dus deze 3 producten gehaald. Dit vind ik trouwens wel grappig. Kijk, dit is een face mask. Er zit volgens mij olie in. Het is voor ja, eigenlijk droge huid. Maar mijn huid heeft altijd in de winter even wat meer voeding nodig. Dus dan is deze altijd heel erg handig. En wat ik wel grappig vind is dat deze 175 ml erin zit, zeg maar. En dit is dan de cacao butter en walnoot body scrub. Deze voor alle huidtypes. En hier zit dan weer 200 ml in, terwijl het eigenlijk dezelfde flaconnetjes zijn. Maar die had ik dus gezien en eigenlijk viel mijn oog meer op deze. En dit is de Natural Pure Apricot Face Scrub. En ik heb ooit een keer gehoord van de Sint Yves gezichtscrub. En dat was dan ook met perzik, dacht ik. En die was zo geweldig. Dus ik denk, nou, misschien is dit hetzelfde. Ja, en 3 voor 6 euro, dat is geen geld. En ik had eigenlijk wel een nieuwe, of tenminste, ik had eigenlijk een body scrub nodig. Vooral voor mijn onderbenen zijn erg droog. En een masker kan nooit kwaad. Dus die ga ik even binnenkort even lekker uitproberen. En toen zag ik deze grote pot van 300 ml. Zag ik staan. Dus ik denk, ja. Die moet ik gewoon even nemen. En anders waren ze, als je gewoon één ding wil kopen, zijn ze 2,25 per stuk. Dus je bent wel wat voordeliger uit. En ja, ik had zoiets van, ik koop het gewoon. En dan de Kruidvat. Eigenlijk ging ik meer naar de Kruidvat omdat ze crème in de aanbieding hadden. Was 2 plus 1 gratis. Dus ik dacht, ik koop er een. Help, ik zit vast. Oké, ik koop er zo'n crème bij. Die heb ik heel lang niet meer gebruikt. Maar die is echt erg lekker. Het is zo'n soort van leave-in conditioner. Dus deze waren 2 plus 1 gratis. En de prijs van. Kijk hoor. Deze was 2,60. Deze was 2,10. En ik kreeg dan 2,26 euro korting. Dus dat is altijd wel lekker. En daarna
We hebben nog decoratiesmartjes voor in de kerstboom gehaald. Van die bonnetjes. Maar die hangen al in de kerstboom. En dan heb ik ook twee make-up dingetjes gekocht. En ik ben tegenwoordig heel erg bezig met mijn wenkbrauwen. En ja, ik heb gewoon het poedertje van Catrice. Sorry, ik moet wel kijken of ik in beeld blijf. Ik heb het poedertje van Catrice, die dubbele. Kan je een artikeltje over vinden op mijn website. En die zal ik trouwens even hieronder linken. Dat is wel makkelijk. Maar ik had eigenlijk heb ik altijd zoiets gehad van ja, leuk allemaal poeder. Maar misschien is het ook wel handig als ik eerst even het teken met een potlood. En toen wilde ik dus van Essence halen. Maar Essence hier had dus helemaal geen wenkbrauwproduct op de een of andere manier. En toen dacht ik, nou dan haal ik die van Catrice op. Dus dat is deze geworden. En dit is de Eyebrow Stylist. En ik heb het in nummer 020 Date Wish with Ash Tan. Dus het is een beetje een ash kleurtje. Wow. Een ash kleurtje. Even kijken. Hij lijkt mij gewoon goed voor mijn wenkbrauwen. Dus ik hoop eigenlijk dat die ook gewoon goed uitvalt. En dat die niet oranje wordt op mijn wenkbrauwen. Maar ja, het is het probeer altijd waard. En aan de achterkant zit een spoelietje, zeg maar. Een borsteltje waar je dus even door kan komen. Dat is altijd handig. Want ik heb nu een oud mascara borsteltje. Want ja, het is gewoon hetzelfde principe zoals je kan zien. Het is gewoon een mascara borsteltje, maar dan voor wenkbrauwen. En ja, dan moet ik en dat meenemen. En nu heb ik gewoon één product. Dus dat is altijd lekker. En dan had je van Catrice ook de nieuwe lijn Spectacular, dacht ik. Ja. Yeah. Dan heb ik dit lakje van meegenomen. En waarschijnlijk komt de kleur helemaal niet zo goed over. Ik kan het eigenlijk niet zo goed zien, want ik heb dus geen spiegel erachter gedaan. Want mijn spiegel staat in de badkamer en mijn schoonbroer is aan het douchen. Dus ja, daar kan ik er niet bij. Maar dit is hem. En dit is nummertje C04. Salvol. Salvol. Hé. En het is een beetje een... ja. Een beetje een wat diepere roze kleur. Dus eigenlijk bijna ja, roze en paars. In. Daar staat een hond. En die heeft ruzie met een graspolletje. En dat is echt grappig. En hij wil niet gaan zitten. Want het is nat natuurlijk buiten. En dat is echt grappig. Oké. Okay. Maar ja. Ik zal sowieso even. Sowieso. Nou, dit is niet zo boeiend. Om daar productfoto's van. Wow. Er zit een bobbel in. Oké. Okay. Om daar productfoto's van te maken. Maar zoals van deze lijn en dit en deze komen er sowieso productfoto's van. En even kijken, ik zal nog even prijzen opnoemen. Wij hebben trouwens een hondje op bezoek. Of die blijft hier logeren 4 dagen van de overburen. En die blaft naar alles en iedereen, dus don't matter. Deze was 2,70. En deze was 2,60. Dus op zich valt het best mee. Dus ze zijn tegen die hond aan het schreeuwen. Oké. Ja, en dat was het helaas alweer. Voor het geval dat er een van de of, ladies, als jullie willen weten hoeveel onze lieve dingen kosten die wij 1 keer in de maand nodig hebben bij de weggespeg. Ze zijn 3 voor 4 euro. 3 pakjes. Dus. En er zitten 7 in een pakje. Mm. Dus ja. Ik vind het altijd wel fijn om een voorraadje te hebben. En dat was het helaas alweer. Ik ben volgens mij ook weer veel te lang aan het lullen. Maar goed. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik vond het wel leuk om je te laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En zoals ik al zei, er komen productfoto's van. En dat zal ik hieronder even linken. En tot het volgende filmpje.